En sinds 7 uur vanochtend is dat vuur dus onder controle. Verslaggever Birgit Verhoeven staat bij dat verwoeste pand op dit moment. Birgit, we zagen net al iets aan beelden over die schade. Jij staat daarbij. Hoe groot is die schade nou precies? Ja, het is echt een enorme schade. Het was een gigantische brand en het pand waar die brand heeft gewoed, ja, het ziet er echt verschrikkelijk slecht uit. Ruiten liggen eruit, heel veel bluswater wat echt door het dak naar beneden sijpelt. Veel staal, spullen, ja, het ligt echt bezaaid met allerlei materiaal wat daar niet hoort te liggen. Het is echt een gigantische ravage. Nou, de brandweer is heel de ochtend bezig geweest met een beetje spulletjes opruimen. Met vooral controleren of er nog brand woedt in het pand. Hè? Want ja, je kan niet alles zien natuurlijk. Er is zoveel ravage dat je niet achterin kunt kijken. Maar ze hebben een gat in het dak gemaakt waardoor het bluswater wat er nog op lag er toch doorheen kon. En de brandweer is net klaar met alle werkzaamheden. Heeft het pand gecontroleerd en draagt het nu over aan de politie en aan de gemeente. Ja, dan zijn er een aantal winkels dus echt goed verwoest, Birgit. Maar gaan de meeste andere winkels vandaag gewoon weer open? Ja, het gaat om een pand of drie, hè, wat echt flinke schade heeft, waar eigenlijk niks meer van over is. Dat is nu ook afgezet. Het parkeerterrein voor die panden is afgezet, daar kun je niet meer bij. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel panden. De woningboulevard heeft een winkel op 52. Ja, de rest is natuurlijk, er is niks meer aan de hand. Dus ja, de panden waar niks mee aan de hand is, en die zijn er veel, die gaan gewoon open vandaag.